In de procesindustrie is er sprake van een beperkt aantal eenheidsbewerkingen. Door de grote variatie in de gebruikte technieken en installaties lijken deze bewerkingen uiterlijk niet altijd op elkaar, maar moeten zij een soortgelijk resultaat opleveren. Vandaag zijn we bij een bedrijf dat zich op een duurzame manier bezighoudt met de procesindustrie. De procesindustrie is de industrie waarbij door middel van chemische reacties, biochemische reacties of biopolymeerreacties, grondstoffen worden verwerkt tot eindproducten die weer worden toegepast in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie of in de kunststofverwerkende industrie. De behoefte waarin moet worden voorzien voor de branche is een toegevoegde waarde. Een toegevoegde waarde die voor de klanten, maar ook voor de toeleveranciers en de producerende industrie van belang is. Men ziet in de procesindustrie dat klanten niet alle know-how meer in huis hebben, zowel de proces-know-how als de maintenance. En die behoefte moet worden ingevuld door toeleveranciers die in de procesindustrie actief zijn. In 1974 is ingenieursbureau Suurmond BV begonnen als leverancier aan de Nederlandse chemie, farmaceutische, kunststofproducerende en verwerkende industrie. In de jaren 80 breidde het bedrijf de markt uit en begon met leveren aan België en Luxemburg. Tegenwoordig horen hier ook Ierland en het Verenigd Koninkrijk bij. Een hele interessante ontwikkeling is die van de microflow-technologie. Binnen Europa is er een enorme kennis opgebouwd op dit gebied. En we hebben daar een enorme voorsprong ten opzichte van de rest van de wereld. Mijn tip voor ondernemers in Nederland is dat zonder toegevoegde waarde het steeds moeilijker wordt om te overleven in de huidige economie. Voor kleine bedrijven is juist daar de kans om deze toegevoegde waarde voor een kleine prijs in de markt te zetten.